Artsen door het hele land maken zich zorgen over het aantal fatbike-ongelukken onder jongeren. Ze zien dat het steeds vaker voorkomt, met soms ernstig letsel als gevolg. Maar er zijn weinig cijfers bekend van het aantal en de ernst van deze ongelukken. Daar moet na deze week verandering in komen. Alle spoedeisende hulpen houden deze week de vetbike-ongelukken bij, zo ook het Radboud UMC. Traumachirurg Stijn Nelen maakt zich al een lange tijd zorgen over het aantal verkeersongelukken onder jongeren. Met de stijgende populariteit van fatbikes lijkt ook het aantal ongelukken toe te nemen. Maar tot nu toe is dit slechts speculatie, want het is nooit goed onderzocht. Daarom wordt deze week landelijk het aantal fatbike-ongelukken gemeten. We gaan deze week meten hoeveel patiënten wij op de spoedeisende hulp in Nederland zien die komen na een fietsongeval. Met natuurlijk het idee om iets te kunnen zeggen over het aantal slachtoffers dat binnenkomt na een fatbike-ongeval. We zijn dit gestart eigenlijk op basis van een gevoel, een heel sterk gevoel van spoedeisende hulpartsen en traumachirurgen in Nederland. Die steeds vaker, eigenlijk met name kinderen, op de spoedeisende hulp in Nederland zagen na een fatbike-ongeval. Met soms hele ernstige letsels. En om dat gevoel om te kunnen zetten in cijfers hebben we deze meetweek in het leven geroepen. Eerdere cijfers van Veiligheid NL laten zien dat de meeste fatbike-ongelukken gebeuren onder jongeren. Maar deze cijfers komen van slechts 14 spoedeisende hulpen en geven dus niet de realiteit weer. Het aantal slachtoffers dat op een spoedeisende hulp binnenkomt, dat weten we heel goed. We weten ook van Veiligheid NL die dit voor ons meet, weten we dat het aantal fatbike-ongevallen dat in de ziekenhuizen die meedoen aan die meting, dat verdubbeld is ten opzichte van vorig jaar. Alleen dat is altijd een sample van een aantal ziekenhuizen in Nederland dat meedoet aan deze metingen. En dus niet alle ziekenhuizen die daadwerkelijk meten. Dus het is altijd, blijft het een schatting. En daar komt nu verandering in. Deze week doen alle ziekenhuizen mee om het aantal ongelukken met een fatbike te meten. Want om een oplossing te vinden, moet het probleem zelf goed in kaart worden gebracht. We weten dat de afgelopen 10 jaar het aantal slachtoffers dat op een eerste hulp komt, na aanleiding van een fietsongeval of een verkeersongeval, dat dat met 30% is toegenomen. Dus er is al langere tijd een probleem voor wat betreft verkeersveiligheid. Dus we hebben het wat dat betreft ook wat breder aangevlogen. Dus we pakken fatbikers, we pakken e-bikers en we pakken de normale fietsers. Enerzijds om de fatbike ook wel een beetje in perspectief kunnen plaatsen van hoeveel komt het, maar hoe vaak zien we het nou met die andere vervoersmiddelen. Maar ook een bredere zin ligt wat te kunnen zeggen. Nou kijk, het doel is altijd geweest om natuurlijk uiteindelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Maar een oplossing begint met het goed in kaart brengen van het probleem. En dat is waar we nu staan.